dat je gewoon onderdeel bent van zo'n mooie race en dat het gewoon zo spannend wordt. Zeilen blijft voor mij het uiterste uit mensen halen en dat komt naar boven in een Volvo Ocean Race. Als ik de Volvo Ocean Race wil doen, dan moet er iemand zijn die mij als mama vervangt. Dat is iets van, ik ga de Zuidelijke Oceaan, weet je wel. Dit is waar ik alle filmpjes van heb gezien, verhalen over gelezen heb en dit is gewoon full on. Die race gaan we nu echt in. Ik vond nu echt spannend. We stonden gewoon derde overall. Wie had dat van tevoren bedacht? Dat we een topsport bedrijven die gewoon 24 uur per dag doorgaat onder de meest erbarmelijke omstandigheden. So I'm very saddened to let you know that we have lost one of our crew members in the Volvo Ocean Race, John Fisher. Dat is echt een impact geweest, nog steeds elke dag. Dat blijft. Wat moet ik nou doen? Moet ik nou stoppen? Is de race nu gestopt? Wat gaan we doen? We zijn allemaal in de war. Maar je realiseert je ook dat als je niet racet, dan dat het ook een gevaarlijke situatie is. We hebben daar gewoon 55 knopen wind gehad, een huishoge golven. Je gaat daar je moeilijkste momenten doormaken. We staan voor elkaar, we staan schouders aan schouder. We weten wat voor omstandigheden we allemaal doormaken. Ja, kappen met janken en doorgaan. Dat je af en toe je adem moet inhouden van de dreunen water die je over je heen krijgt. Hé, waarom heb ik nou zo'n rottige start gehad? Hè? Waarom kon ik niet invloed hebben op alles? Ik heb altijd gezegd, het mooiste moment moet nog komen en dat is de finish in Den Haag. En ja, dat was het.